Virale mama bezig. Man. Ik vond het leuk, man. Ik vind je wel tof. Hoe is je Jamie? Ik ga nu naar huis. Ja, Osso, ja. Het is tijd om te slapen. Jongens, hallo. Welkom bij een nieuwe Jamie blijft plakken. Vandaag plak ik bij Busy. 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 Ik mis je. Je weet, ik heb je nummer sinds gisteren. Hallo. Hoe gaat het? Het gaat wel goed. Alleen één ding waar ik echt heel chagrijnig van word. Met de auto door Amsterdam rijden. Ik kom niet uit Amsterdam. Ik weet ook niet waarom mensen hier wonen, zeg maar. We hadden een interview met Glamour. En dat wordt dus nu verplaatst. Want ja. De fok. Ik heb een cadeautje voor jou mee. Oh, daarom het stinkt. En het stinkt. Het ruikt niet als iets wat ik lekker vind. Ik denk je neemt een gekke dagje mee dan wakker je. Nee, de hele dag wordt het chill. Nou ja, ik doe in ieder geval even het dakraam open dan. Oh. Kaas. Ja, oké. Met toosjes. Ja, lekker, ja. Toen je zei, hij is echt die guy die ook gewoon een kaasplankje bestelt in de restaurant. Ja. Ja, toch. Ik had ook gewoon op mijn riding camp, had ik ook gewoon kaasplankjes gemaakt. Ik nam altijd... Vroeger, toen ik naar Amerika vloog, ja. In de business kon je kiezen voor sundaes of kaasplankje. Mm-hmm. En ik nam altijd de kaasplankje. Dat troost ik mezelf altijd mee, met mij mee. Ja, weinig mensen vinden het lekker. Volgens mij helemaal weinig Surinamers, maar ik ben natuurlijk ook over Nederlands. Mm-hmm. Dus in die zin... Wie is er bij jou Nederlands en wie is Surinaams? Mijn vader is Nederlands en mijn moeder is Surinaams. Oh ja. En is je moeder dan een mix? Nee, mijn moeder is echt Creools en eigenlijk wel, maar in Suriname is bijna niemand eens ding zuiver, ja. En mijn vader is echt Tata. Ja. Echt Dries Roelvink. Daarom Amersfoort dus. Ben je daar ook geboren of niet? Ja, in Amersfoort ben ik geboren, ja. Oh, oké. Okay. We hadden vroeger een plaatszaak, ik ben boven de plaatszaak geboren. Nou, maar, ik dus ook. Daar. Ook Amersfoort, waar? Nou, mijn oma woonde heel lang in de Kromme Straat. De Kromme Straat? Ja! Dat is Kaolo dichtbij. Toen mijn ouders naar Nederland kwamen vanuit Suriname, toen was zij de enige die echt al een huis hier had. Dus ze zijn tijdelijk bij haar, totdat ik geboren was, zijn ze bij haar gebleven. En maar je bent Surinaams ook? Ja, ik ben Surinaams. En wat ben jij dan van Surinaam? Want ik ga nu, ik denk iets, maar dat weet ik niet of dat zo is. En wat dan? Als je dat niet zeker weet, kan je er wel mensen... Ja, nee, maakt mij niks uit. Nou ja, het zou meerdere dingen kunnen zijn. Mm-hmm. Ik denk dat er iets Javaans zit. Ja. Maar ik twijfel ook Hindoestaans. Nee, die niet. Nee, dat is ook altijd die waar je beledigt, toch? Nee, maar het maakt mij echt niks uit. Nee. Maar wat ben jij voor Busy, zeg maar? Assistente. Oh, ja. Leuk. Maar heb je ook een manager? Ik ben mijn manager. Je bent je eigen manager? Zeker weten. Maar vind je ook niet dat je soms een manager nodig hebt om... Dat zodat jij soort van de good guy kan blijven en dat de manager kan zeggen nee. Nee, want ik ben gewoon een good guy en als een bad guy nodig is, ja, fok dat dan maar gewoon. Ja, nee, ik wijs gewoon af, maar ik ben gewoon real. Ik zeg gewoon van ja, ik vind het niet dope. Ja. Spijt me. Mm-hmm. Het is niet persoonlijk of zo. Nee. Oh, wat dacht ik dat jij stonk net? Ik denk zo, dat ga ik helemaal niet. Ja, zeggen. Ik was ook met. Ik was ook naar de taxi. Jij wist wat ik dacht. En jij dacht van zo, die gaat de hele dag. Weet je, ik zag ook je sportsokken toch? Je dacht die zijn van gisteren. Ik keek Paolo raar. Zeg maar met die geur, je kijkt heel anders naar de wereld. Misschien kunnen we het achterin zetten of zo. Ja, misschien kunnen we het aan de antenne vastbinden. Ja. Ramex bitch. Busy. Amsterdam is echt een bitch. Amsterdam is een bitch die de hele avond aan je ballen zit en vervolgens wil je wiepen en dan neuk zie je gewoon niet. Loop gewoon weg. Met andere dingen. Ben je een beetje boos op Amsterdam? Ik ben wekelijks boos op Amsterdam. En op de mensen die me hier naartoe halen. Dat hoeft van mij niet. Maar volgens mij ben je ook echt de verkeerde straat ingegaan nu, hè? Zal ik je naffie zijn nu? Ja, doe maar. Kijk, weet je wat het is? Als je niet skeer bent, hoef je gewoon niet in Amsterdam te wonen. Het is gewoon, uiteindelijk is die gewoon gevuld met skere niggers. Er wonen hier gewoon skere mensen. En die doen hier allemaal alsof ze fucking high class zijn. Maar als je gewoon een fatsoenlijke auto kan betalen, is deze hele stad gewoon onbruikbaar. Als je gewoon zaken doet waar het echt geld gaat, dan is deze stad gewoon helemaal onbruikbaar. Je kan hier niet echt geld verdienen. Je kan hier fucking voor Doogaroo zelfstandig ondernemen worden, of weet dat shit?
Wat? Deliveroo? Deliveroo, ja. Eindelijk uit de auto. Ben je ook wat meer tranquilo nu? Of, ja, voel je hem nog? Ik ben nu weer meer tranquilo. Het is een beetje als zeeziek en dat je dan van een boot afstapt. Dus ik ben nog een klein beetje misselijk. Ook door de kaas? Ja, ook door de kaas, ja. Maar ik voel wel dat het beter wordt. Ja. Hé, maar hoe moet ik jou dan noemen vandaag? Ben je Busy of ben je Leo? Nou, je mag me allebei noemen wat jij het makkelijkst vindt. Je mag me ook Biz noemen. Kijk, het ding is wel, zeg maar, ik zie het niet als dat mensen groepies zijn als ze mij Busy noemen. Want mijn homies noemden mij sowieso Biz of Busy. Oh ja. Dus dat is sowieso een beetje mijn bijnaam of mijn straatnaam. En wat zegt Charlotte? Charlotte die zegt Gado. Hè? Gewoon Leendert. Leendert? Ja, Leendert staat op mijn paspoort. Oh, dat staat er? Ja. Op Wiki staat Leonardo. Ja, dat is super weird. Maar Wiki sowieso is het Leandro, gewoon... Leonardo, ik krijg echt van alles van. Wiki is gewoon fake news. Ja. Oké, wil je naar buiten? Ja toch, lekker even zonnetje. We zijn hier omdat jij nu een interview hebt met... Glamour. Want ja, als iets is wat eigenlijk... Hoe mensen mij... Want jij vroeg net, hoe kan ik je ook noemen? Ja. Glamorous. Ja? Dat is ook cool. Geen Busy, geen Leo, gewoon Glamour. Nee, mijn vrouw en mijn ouders noemen me Glamorous. Glamorous. Glamour. I like. Dus ja, dit past heel goed bij mij, dit interview. Kijk, het is Busy in de Kinkerstraat. Ik ben in de tattoo shop, dus ik denk dat ik sowieso een tatoeage ga zetten. Gewoon zo, dat moet ik niet doen. Heb je hem? Nee, nog niet. Ik heb een video gedaan. Verteld over al mijn tatoeages en waarom ik ze had. Ik kwam tot de conclusie dat ik echt schijnbaar volgens spelen niet zo'n hele mooie, veel mooie tatoeage heb. Maar ik vind ze alweer heel mooi. Dat is belangrijk. Ja, toch? Is dit groot, te groot, te klein, goed? Het lijkt goed. Ik zou ook zeggen goed. Ja. Wauw! Je nieuwe profielfoto, hè? Heb je hem echt vet? Ja, voor deze foto. Ja, kijk, want ik vind dit bijvoorbeeld, het is een hele mooie foto voor hem, maar ik hoef niet per se mooi om te zijn. Ik wil een soort van gevoel bij de foto geven, weet je wel. Ja. Wat is dit voor gevoel dan? Gewoon rebellion. Ik moet naar de auto, want dit. Show me. Lekker. Ah, nice. Kijk, heb je het al gezien? Nee, ik kan het dus niet. Oh, je kan het niet zien. Ik kan niet kijken. Maar het is wel nice, toch? Het is gewoon subtiel. Ja, ik wil nou zo maar. Dat is het voor mij. I like. Ja, je like het? Het zal een beetje zwaar wezen, wel een beetje sexy. Het is wel een beetje een soort van. Ja, maar ja, bij mij ziet het niet eens meer, toch? Eigenlijk dat waar. Ja, maar deze is nu wel. Hier was nog echt vrij. Ja, nee, nee. Ja. Als je achter je oor krabt, denk even aan mij. Daar ligt hier allemaal snoep. Dan moet je niet onbeheerd achterlaten voor de girl. Want ik pak het gewoon. Leo, ben jij een snoeper? Nee, ik ben geen snoeper, maar jullie wel, hè? Alle vrouwen zijn snoepers. Maar ben je vegetarisch? Nee. Eet je varkensvlees? Ja. Waarom moet je dat nu gaan bedanken? Hey. Omdat het varkensbrood in zit. We hebben die gelatine, toch? Ja. Ben jij vegetarisch? Ik probeerde helemaal vegetarisch te zijn. Dat is niet gelukt, dus nu eten we alleen nog maar kip. En gaan we nu ook eten? We gaan nu ook eten, ja. We gaan Souto eten. Oh, lekker. Ik heb gehoord dat die Suriname oké okay is. Ja? Ja. Oké, we gaan weer door. Doei! Hey, trouwens. Heb maar gewoon even. Ja man, ik sta er helemaal voor open. Ja man, dope. Computerspelletjes muziek maken. Ja? Dat kan je ook alweer. Hè? Dat kan je ook. Ik maak gewoon een doodnormale pokoe en als het voor een computerspelletje wordt gemaakt, dan wordt het in één keer computerspelletjes muziek. Nu wilt zij mee. Schat, waar gaan we heen? We gaan nu eventjes lekker wat eten. We gaan onze roots even weer opzoeken. Want ja, dat is toch wel de lekkerste keuken, dacht ik zo. Wat ga je bestellen? Ik ga voor die risotto zonder rijst. Ik probeer even low on the carbs te blijven. En wat kipstukken gewoon. Goeie les voor bakras, voor Nederlanders die bij de Suriname gaan eten. Als je ziet dat het een Hindoestaans persoon is, bestel dan gewoon roti. Roti. Doe dat niet bij een Chinees. Echt nee. Niet. Vind je het leuk, mijn dag? Ja, heel leuk. Heel interessant dat het... zo volgepland is.
Ja, ja, ik heb een grote vijand. Dat is de tijd, deze dagen. Ja, man. Maar zijn veel dagen zo als deze? Ja, eigenlijk zijn alle dagen zeg maar wel zo vol gepland. Maar nu vandaag heb ik wel veel, heb ik niet studio. Ja. Dus dat is wel wat ik ook vaak doe. En nou ja, ik heb vandaag geen clipshoot. Ik heb wel een show, maar ik heb een private show volgens mij. Of een school party, dus het is niet... Ja. Het is niet een van de groot festival of zo. Nee, precies. Nee, maar ja, dit is wel a day in the life. Ja, wat je vaak herkent op straat en ja. Dat je dan een uur foto's staat te maken. Ik probeer het altijd wel beperkt te houden. In Amsterdam merk ik dat mensen wel kennen, maar niet zo snel een foto vragen. Oh ja. Maar ik ga eigenlijk altijd wel op de foto als ze het vragen. Alleen als ik met mijn zoontje ben niet. Nee, hè? Nee, want dan raak ik hem ook uit het oog of wat dan ook. Ja. Dan doen mensen heel druk en dan wordt hij ook een beetje bang van. Alle alcohol op mij, alle drugs op mij, alle vrouwen op mij, ik laat het regenen. Ik neem een grote salto zonder rijst, wel met kip. En drie kipstukken. Drie kip? Ja. Hey, je weet niet wat is gebeurd. We gaan super dik deze dag. Alle vrouwen willen dik deze dag. We gaan viraal met de kip deze dag. Ook met dat, Janet? Ja, want je houdt van spicy. Sowieso. Eigenlijk vind ik dat ik niet lekker gegeten heb als ik niet heb gezeten. Sorry dat ik je onderbreek, maar er ging echt veel peper in. Ja? Ja. Ja. Ik heb het niet gefilmd. Drie lepeltjes. Waar ben je vandaag met Leo? Ik ben fan van zijn muziek. Ja? Ik draai ze tracks in mijn lessenfilm. En alles gaat tegenwoordig wel binnen. En de helft van zijn tracks komen binnen in het spoor. Heb je ja. Maar een boek? Nee. Een billenboek. Een billenboek komt. Oké, we gaan weer door. What's next? We gaan nu naar 538. We gaan eerst wat dingen voor YouTube doen. Ja. Met filmpjes en shit. Mm-hmm. En kort, man. Daarna dan gaan we hoe heet het doen? Een radioshow. Ik vind dan nu vind ik Amsterdam weer wel leuk, eventjes. Oh ja, dat is dus bijgesteld. Ja, nu vind ik Amsterdam wel even chill, omdat het er gewoon nu vibes is toch? Ja, en je bent nu in mijn hoed. Dit is ook nog jouw hoed, ja. Ja. Ik moet nog een foto plaatsen op Insta. Kijk eens. We hebben deze. Dit is zo mooi. Deze, ik vind hem zelfs te braaf. Oh, je ziet het niet. Te braaf? Oké, ja, ik heb de rest nog niet gezien. Hier zit ik alweer op de grond. Ja, deze voel ik minder. En dan heb je nog... Hier vind ik mezelf een junk. Hier. Ja, het is wel, ik loef het wel. Maar, doe nog eens de eerste. Deze. Ja, die vind ik het leukst. Ramex bitch. Busy. Beep, 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 beep. Nee, niet lang. Nee, ik heb je nummer sinds gisteren. Je denkt dat ik je play, maar je vergist. Mama, meet you later. Hoe is jouw carrière begonnen? Eigenlijk is mijn carrière begonnen omdat ik gewoon door een homie werd gevraagd om te hosten op zijn feest in Amersfoort. Ze gaven daar een two-step party en toen zei hij gewoon van ja, jij moet even MC zijn, je lult altijd, je lult er zo altijd koud of veel. Toen is mijn soort van carrière echt begonnen, want eigenlijk daarna werd ik gelijk best wel veel voor MC dingetjes gevraagd. Mm-hmm. En pakte ik daar best een monnetje op, zeg maar, gewoon naast mijn andere inkomen. Ja, dat MC'en, dat vond ik echt super leuk. Maar ik voelde me wel altijd een soort van niet echt muzikant. Want ik maakte ook echt liedjes en die speelde ik niet als MC, zeg maar. Ja. Dus ik vond het wel leuk, maar het was niet zo van... Dit is het eindstation, zeg maar. Ja. En nu ben ik gewoon in charge. Nu doe ik gewoon die hele shit zelf. En doe ik echt gewoon een show vol met eigen muziek, terwijl ik wel DJ, maar ook perform en ook MC, want ik vind al die elementen wel eigenlijk van die hele timeline super leuk. Dus ik heb ook niks losgelaten, er is alleen maar shit bijgekomen, zeg maar. Ja. Dus that's the evolution of Busy. Is Busy hetzelfde als Leo? Is dat dezelfde persoon? Nee, het is niet, zeker niet dezelfde persoon, maar het is ook wel weer echt wel eigenlijk dezelfde persoon. Maar het is niet dezelfde persoon in de zin van... Kijk, voor mij is nu Busy echt een bedrijf geworden, snap je? Ja. Dus nu moet je het scheiden. Maar eigenlijk was ik ook busy toen ik skeer was. En toen was er helemaal niet zoveel zakelijks aan nog. Zeg maar, toen zou je dezelfde soort teksten hebben en
Ja, nee, maar de teksten waren toen wel ietsje liever vaak. Oh, ik dacht misschien maar juist rauwer. Freestylen was juist altijd die shit. Freestylen deed ik altijd over neuken en zo. Oké, ik heb een stelling voor je. Ja. Social media is verslavend. Ja, sowieso. Het snakken naar informatie is verslavend. Maar het is meer dat ik bijna er bang voor ben soms ook. Ik ben sowieso ook bang voor WhatsApp. Ik ben echt fucking bang voor WhatsApp. Waarom? Elke keer als ik het open is er gewoon zo fucking veel shit. Maar antwoord je iedereen? Ja, ik beantwoord basically wel iedereen. En als ik mensen niet beantwoord, is dat echt omdat ik dan dus zeg maar op een shoot ben of zo. Dus dan is het al heel erg opgestapeld en dan verdwijnt het gewoon. Ja. Maar dan probeer ik gewoon alsnog later even te kijken. Maar of die persoon die zegt ineens van, yo, je hebt nog helemaal niet gereageerd. Zeg gewoon, oh, sorry. We gaan nu door naar 538. Wel een stuk, we hadden nog 9 minuten om daar te zijn. En ik denk dat die 9 minuten al om zijn. Busy heeft echt een hele drukke dag. He's a busy man. Ja, dat was hem. De stijl, ik ben de vader. Break it down for me, mama. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Bitches willen mij. Leo, heb je er wel zin in? Ben je een beetje klaar met vandaag? Oh, nee, ik heb er zin in. Je hebt er gewoon zin in. Dit is geen tentamen. Ik zou je laten slagen. Je mattie is je verrader. Stress je niet, schat, ik plaag je. Mannen komen strep deze dagen. Hoofd heet, maar je bent heet. Ja, makker met de koning. Tuurlijk. Het is je boy Busy. Bedankt voor het kijken. Music History, The Nation, Frustrations. Wat was het? Music Memories. Music Memories. We hadden een slappe lach, hè? Backstage. Met... Oh ja, waarom? Ja, jij ging op een gegeven moment het vaderschap vergelijken met een trio. Nee, ik bedoel grappig. Het gewoon met dingen in je leven. Ja, maar het was maar, heel die grappig. Je niet moet missen. Die gewoon, die hoorden er ook gewoon bij. Ja, ja, ja. Zo horen sommige dingen bij fases in je leven hoorden die erbij. Ja, maar wij belanden echt bijna in die hoe op je 14e een trio als prioriteit kan zijn ja. Om dat een keer mee te maken. Zo kan het later. Een child zijn. We zijn alive in de 5-jaar studio. You know what to do. Was dit van jou? Was dit een lekkere chocomel? Ja? Oh, so cute. What up, it is your boy Busy. Ik ben hier live op Arend en we gaan zo on air. Avondshow met Busy. Busy, goedenavond jongen. Goedenavond. Oh. Goed. Hey, thanks weer. Tot de volgende keer. Hey, man, you tell us how the night is, man. Thanks, man. Please follow away. Money on my girl. So I'm upside, girl. Baby, all the night, girl. The link of mine, all black all day. Hey, maar besef je wel dat je stem heel sexy is? Vind je mijn stem heel sexy? Ja, mijn vriendinnen en ik vinden dat allemaal. We gaan nu naar een private suite 16. Dit is tegenwoordig vaak gaande. Ik word vaak geboekt voor suite 16. Hoe is de sfeer daar altijd? Ja, ik vind het altijd wel leuk, man. Het is wel een soort van super klein publiek. Want ja, mensen brengen natuurlijk niet 2000 man met zich mee. Maar het is wel grappig en je maakt iemand wel fucking blij. We zijn nu aangekomen bij een verjaardagsfeest in suite 16. Maar niet van zomaar iemand. Van Joy. Hoi. Dit is de party animal. Joy is ook gewoon viraal aan het gaan. Heb je mijzelf geboekt ook? Ja. Oh echt? Ja. Ja? Wat? Jij bent echt een gekke strijder. Je hebt mij gewoon zelf geboekt. Dit is gewoon een cadeau aan jezelf. Ja, eigenlijk wel. Shit man, je bent echt dik hoor. Wat vind je zo tof aan Busy? Je wordt altijd vrolijk van zijn muziek en altijd als ik naar een feestje ga, dan ga ik altijd met mijn vrienden erop dansen. Ding, 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 ding. De club in de fik, je kan schuilen bij de klik. Ik zie je jagen op mijn dik, kom draai op mijn pik. Ding, 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 ding. De club in de fik, je kan schuilen bij de klik. Ik zie je jagen op mijn dik, kom draai op mijn pik. En zoals beloofd was er een special guest. Ik ga hem nu aankondigen. Ik wil dat jullie een groot applaus geven voor Busy! Busy. Het antwoord op je vraag is iets. Het antwoord op je vraag is smeren. Het antwoord op je vraag
Yeah, yeah, yeah.